Hello, in this video I want to show you some pictures and a trailer of Turkish Airlines flight 1951. This flight was from Istanbul to Amsterdam. The crash was a pilot error and an error of the aircraft, a Boeing 737-800. The trailer is in Dutch, but I added subtitles to it. It is strange to tell you to enjoy the clip. After all, there were some casualties over the air crash. So I hope that if you will watch this video, that you kind of enjoy it. Wat er vlak voor een vliegtuigongeluk gebeurt, blijft meestal een raadsel. Behalve voor de slachtoffers. In 2009 verongelukte Turkish Airlines vlucht 1951. Het was de eerste crash op Schiphol in meer dan 10 jaar. Gelukkig bleven bijna alle passagiers in leven. Hun getuigenissen waren cruciaal in de zoektocht naar de oorzaak van deze ramp.